meneer Boer. En daar waren allerlei curiositeiten te koop. Veel spullen uit het Verre Oosten, China, Japan, maar ook Turkse spullen. Deze zaak werd in de loop der tijd uitgebreid met grote zalen waar meubels werden verkocht en schilderijen werden verkocht. En achter die zalen was nog een enorme grote tuin met fonteinen. En daar kon men aangenaam verpozen om een kopje thee te drinken, ofwel een concert bij te wonen, ofwel naar een bal te gaan. Het was een zeer populaire uitgaansplaats voor de chic van Den Haag. Alhoewel ook gewone mensen daar wel eens kwamen kijken. Misschien kijken en niet kopen, maar oké. Wist u overigens dat Hendrik Willem Mesdag daar zijn schilderijen ook te koop aanbood? Maar misschien nog verrassender voor u, als ik u nog iets nieuws kan vertellen, is dat hij heel veel spullen daar kocht om in zijn collectie om het te brengen. Als u wel eens naar de Mesdag-collectie bent geweest, hè, het aangebouwde museum van hem, dan ziet u daar grote vazen staan, maar ook grote bronzen kraanvogels. Nou, gewoon allemaal gekocht daar in dat eerste warenhuis van Nederland. De voorloper van het warenhuis Keestal, ik zal het goed zeggen. We gaan verder met de Koens naar Scheveningen. Dat is de oudste badplaats van Nederland. Alweer een primeur. De oudste badplaats. Daar halen we natuurlijk een frisse neus. En we nemen dan misschien wel een bad in het oudste kuurhuis van Nederland. 1818, gebouwd door Jacob Pronk. U heeft het vast wel eens eerder gelezen. Dat was overigens zo'n succes dat de gemeente besloot om Jacob Pronk een groot aanbod te doen om dat badhuisje te verkopen. En dat deed Jacob Pronk en toen is dat onmiddellijk gesloten. Het was een houten badhuis en toen verrees daar het eerste grote stenen badhuis waar meteen ook logeermogelijkheden waren. En zo zou Scheveningen uitgroeien tot een moderne badplaats. Maar